Ja, maar Dijkstra, jullie houden je ongeslagen status hier op het kasteel, maar het ging wat moeizamer dan verwacht, denk ik. Ja, ik vind wel dat we wel getracht hebben om zo snel mogelijk naar voren te spelen. En ik denk dat dat ook wel in veel gevallen was, met name de eerste helft kwam een paar keer gewoon al goed door. Alleen de keeper pakte een paar ballen, vond ik best wel goed, waarvan ik dacht, ja, dat zijn gewoon soms wel goals. En hij pakte ze vandaag, dus dat was wel jammer. En in de tweede helft vond ik wel dat we doorgingen met drukken. En gelukkig viel die 1-0, alleen daarna... Ja, gingen zij iets meer eruit of een paar gevaarlijke ballen achter onze verdediging. En Bergwijn die daar gewoon heel gevaarlijk gebruik van maakte. En toen kwamen wij nog een paar keer goed weg. Een paar fantastische verdedigende acties van Michel en Rick en van Roy, kan ik me herinneren. Dus dan trek je hem gelukkig over de streep. Jullie hadden het jullie zelf wel makkelijk kunnen maken. Hè? Binnen een minuut, binnen 50 seconden, Bergkamp alleen voor de keeper na een fout van een van die verdedigers. Nog een paar kansen in die openingsfase. Gaat zo'n bal erin, wordt het misschien wel 4-5-0. Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook. Alleen nogmaals wat ik zeg, die keeper keept het goed. En wij kregen hem er net niet in. Alleen de intentie is natuurlijk wel om zoveel mogelijk te scoren, om het publiek te vermaken. Alleen dat lukte, konden we niet uitdrukken in goals in ieder geval vanavond. Feit is dat jullie dit weekend wel weer goed doorkomen. Hè? Vrijdag winnen bij Achilles, de 0. Vandaag 1-0. Oké, wel weer de 0. NAC verliest weer dure punten. Het kan echt niet meer missen. Ja, nee, dat mogen jullie zeggen, maar zo staan wij er niet in. Ik bedoel, er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. En wij moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En ik vind dat dat wel een kracht is van de groep tot nu toe. Dat we gewoon steady gewoon focussen en elke wedstrijd gewoon weer opnieuw het opbrengen en het gewoon opnieuw beleven. En dat vind ik wel mooi om te zien. En dat is ook wel een kracht van ons, vind ik. Pas een sleutel wordt vandaag ook geduld weten te behouden, ondanks dat die doelpunten er niet in gingen. Want vaak is er een wet, als je de kansen zelf niet afmaakt, dan ligt hij er op een gegeven moment de andere kant in. Maar uiteindelijk wil je hem toch. Ja, misschien wel. Ik vind gewoon, wij moesten het wel hebben van snel spelen. Weet je, aannemen, spelen en dan zelf doorbewegen. En dat deden we vond ik wel redelijk. Alleen inderdaad, het is wel een valkuil om dan te denken van ja, we moeten. En dan steeds verder of steeds minder je taken uitvoeren. En dan steeds verder uit positie gaan lopen. En dat is wel een gevaar wat op de loer ligt. Maar als je ziet hoeveel tweede ballen die weggeschoten werden, wij ook weer oppakten. Dat geeft wel aan dat we ook goed staan, ook al vallen we veel aan. Dus dat is wel een plus voor ons. Je wordt gekozen tot man of the match. Volgens mij niet de eerste keer, hè? Nee, de tweede nu. En ik ga het je vragen en jij gaat ongetwijfeld ja zeggen. Terecht? Nee, ik weet niet. Die verkiezing is voor anderen. Ik bedoel, daar ben je natuurlijk niet mee bezig. Het is een leuke eer, maar ik ben vooral blij met Paco op dit moment die hem gewoon maakte. Dus ja, voor mij is hij de man of the match. Tot slot, wel goed dat de trainer heel veel vertrouwen in je hebt. Hè? Want je was geschorst afgelopen week. Nou, je vervanger Klaassen deed gewoon goed. Maar goed, de trainer zegt gewoon bij voorbaat al, maakt niet uit hoe goed Klaassen speelt. Dijkstra is mijn man. Ja, ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar... Daar kwam het op neer. Oké, dat is mooi. Maar inderdaad, wat u zegt, Robert heeft het heel goed gedaan. En hij maakte een fantastische goal. Dus daar was ik ook hartstikke blij om, voor hem ook vooral. En, maar goed, dat is ook de kracht van de groep. Dus als de jongens wegvallen, dat die prima vervangen worden. Dus dat is alleen maar goed.